Goedenavond en welkom bij de RTV Arnhem Nieuws van vrijdag 29 mei. Met daarin onder andere gebouw Transformatie wint prijs, Bauhaus wil een bouwmarkt in Arnhem en parkeerverbod in Malburgen. Bedrijvenpark IJsseloord 2 wil de Duitse winkelketen Bauhaus een grote bouwmarkt bouwen. De ingediende bezwaren tegen de komst van de bouwmarkt heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Arnhem gegrond verklaard. Bauhaus laat het er niet bij zitten en zal zo nodig verder procederen. Desnoods tot de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zullen er alles aan doen om de bouwmarkt op de locatie te realiseren. Het gebouw De Transformatie heeft afgelopen donderdagavond de Willem Dielprijs 2015 gewonnen. Het aan de Van Oldenbarneveldstraat gelegen gebouw is verbouwd van kantoorgebouw naar kunstenaarsbolwerk. De jury was lovend over de restauratie die met grote zorgvuldigheid is gedaan. Zij noemde het een meesterzet. De prijs werd uitgereikt door staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu en Infrastructuur. Dit weekend wordt het laatste evenement in de Rijnhal gehouden. Zaterdag en zondag is er nog een rommelmarkt. Hierna sluit de evenementenhal dan haar deuren en zal weer heropend worden na de verbouwing van de Franse keten Decathlon. Zij verbouwen de Rijnhal tot sportwinkel. In het zuidelijke deel van de wijk Malburgen-West wordt een parkeerverbod uitgevaardigd voor parkeren buiten de vakken. De wijk heeft met name bij wedstrijden van Vitesse te kampen met parkeeroverlast. Bezoekers van de wedstrijden parkeren in het groen en maken het de hulpdiensten moeilijk om in de wijk te komen. De gemeente hoopt dat met het verbod de overlast en verkeersonveilige situaties worden voorkomen. Het verbod zal voor 23 straten gelden. Tot slot het weer. Vandaag was het een bewolkte dag. Het werd zo'n 17 graden. Vanavond koelt het af naar een graad of 8 en trekt de bewolking weg. Morgen wordt het een regenachtige dag en komt er een temperatuur neer op ongeveer 16 graden. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af en stijgt de temperatuur naar 21 graden. We wensen u een heel fijn weekend, bedankt voor het kijken en heel graag tot maandag!